En dan komt de fase dat je gaat nadenken over wat je allemaal hebt meegemaakt voor, tijdens en na de transplantatie. Herinneringen of emoties kunnen ineens boven komen drijven. Je gaat je afvragen welke impact dit allemaal heeft gehad. Wat is er in hemelsnaam gebeurd? En er kan sprake zijn van tegenstrijdige gevoelens en emoties. Je kan je aan de ene kant heel opgelucht voelen en dankbaar. En tegelijkertijd ook angstig zijn of vervreemding ervaren. Wie ben ik nu ik een orgaan van een ander in mij draag? Het is belangrijk dat je aandacht en ruimte geeft aan die vragen. Vragen die na die transplantatie of ervoor opgeroepen kunnen worden. Vragen als... Ben ik het wel waard om een nier, een lever, longen of een hart van een ander te mogen ontvangen? En waarom ik nu wel, maar een ander niet? Of waar heb ik het aan verdiend? Het zijn diepe vragen, ook wel levensvragen genoemd. Vragen die opkomen als jouw leven op het spel staat of op het spel heeft gestaan. Het zijn vragen die gaan over de zin van het leven of over de zinloosheid ervan. Levensvragen nodigen je uit om na te denken wat het leven voor jou waardevol maakt, over wat kracht geeft, over wat er diep in jou borrelt. Het stellen van deze vragen geeft aan jou ruimte voor bezinning. Bezinning over wat er nu eigenlijk is gebeurd door terug te blikken. En bezinning over wat er zich afspeelt binnen in jouzelf, in jouw binnenruimte. Het is stilstaan. Stilstaan bij wat zin geeft aan jouw leven, naar alles wat zich heeft plaatsgevonden, voor, tijdens en na de transplantatie. Transplantatie is een ingrijpend proces. Mogelijk beleef je je lichaam op een nieuwe manier als er een orgaan van een ander in jou woont. Dat je een orgaan hebt mogen ontvangen roept vaak bepaalde gevoelens en vragen op. Daarbij kun je denken aan schuldgevoelens, gevoelens van dankbaarheid of plichtsbesef om goed voor het orgaan te zorgen. Vaak word je je meer bewust van het leven en van wat het leven jou te bieden heeft. Je gaat op een andere manier in het leven staan. Wij, geestelijk verzorgers in het Erasmus MC, bieden vertrouwelijke begeleiding bij vragen die jou bezighouden om vanuit jouw visie op het leven op zoek te gaan naar nieuwe zin en richting. Want een nieuwe nier, lever, hart of longen betekent een nieuw leven.